Radiotherapie, ofwel bestraling, is de behandeling van kanker door middel van straling met het doel kankercellen te doden, terwijl de gezonde cellen zoveel mogelijk gespaard blijven. Hiervoor kunnen verschillende soorten straling worden gebruikt. Röntgen voor uitwendige bestraling, elektronenbestraling of straling uit een radioactieve bron, meestal voor inwendig gebruik. Onze afdeling kun je in twee grote delen onderscheiden. Een voorbereidingsblok en een behandelingsblok. En alle belangrijke werkzaamheden, dat is in het voorbereidingsblok. Alles is dus eigenlijk hapklaar gemaakt voor het bestralingstoestel. De persoon in kwestie meldt zich bij het bestralingstoestel, wordt heel netjes op tijd geholpen. En wij rekenen gemiddeld 5 mensen per uur. Dus dan kun je rekenen om 12 minuten uitkleden, meekomen, op tafel gaan liggen, alles instellen. Het bestralen zelf is 1-2 minuten. En daarna stap je van de tafel en kleed je aan en ga je naar huis. Wanneer de patiënt voor de eerste keer op het hematologisch-oncologisch centrum komt voor een afspraak met de radiotherapeut, meldt hij of zij zich eerst bij de receptie. Mocht de patiënt ook een afspraak nodig hebben met een andere medisch specialist, wordt een gecombineerde afspraak gemaakt voor de patiënt op dezelfde dag. Ik denk dat punt 1 voor de patiënt een ontzettend makkelijk gegeven is van 2 artsen achter elkaar. Je weet meteen wat je aan de chemotherapie moet gaan doen. En je hoort meteen wat de radiotherapie te zijn de tijd met zich mee zal brengen. Als patiënten bestraald moeten worden, als nabehandeling bijvoorbeeld. Dat gebeurt op het regionale bestralingsinstituut en dat ligt naast het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. We hebben veel contact met de afdeling radiotherapie en we zorgen ook dat alle afspraken goed geregeld zijn voor patiënten, zodat patiënten precies weten hoe en wat ze gaan doen daar op de bestralingsafdeling. De patiënt meldt zich voor de eerste afspraak op de afdeling radiotherapie, waar hij of zij verder begeleid wordt tijdens de behandeling met radiotherapie. Ik denk dat de eerste keer is het meest griezelige natuurlijk, want je weet niet wat er gaat gebeuren. Vreemde zaken, je hebt natuurlijk over bestraling wat gehoord, maar wat is de realiteit? Maar in de praktijk valt het ontzettend mee. En bijna elke persoon weet je te vertellen na een paar bestralingen dat de chemotherapie, wordt dan meestal gezegd, toch veel zwaarder was dan de bestraling. De echte bijwerkingen zijn in de loop der jaren toch ontzettend verminderd, hoor. Met de moderne bestralingstoestellen kun je veel gerichter de dosis geven. Je kunt veel beter de huid sparen. Mocht er eventueel misselijkheid zijn, er zijn prima medicatie op de markt. Dus lood je iedereen door hun bestraling. Daarom zijn ook die controleafspraken 1-2 keer per week om te verifiëren of er niks is. En mocht er iets zijn, dan weten ze me altijd te vinden. En een belangrijk facet erbij is ook dat een patiënt krijgt op het moment dat hij of zij begint met de bestraling, krijgen ze een brief mee met alle data en alle tijden die voor hun gepland zijn. Dus stel dat je voor 5 weken moet komen, dan krijg je de eerste week dus de afspraak voor de komende 4-5 weken. Waardoor je jezelf erop kunt instellen en waardoor de mensen ook netjes op tijd zijn en meteen geholpen worden.